Welkom bij Spakenburg Nu, met vandaag de volgende items. Beleef Piep. Sprank, beste werkgever. Gezin, school, kerk. In Zorg- en Wooncentrum De Haven is sinds kort de Beleef Piep. Er is een lang en intensief proces aan vooraf gegaan om tot dit resultaat te komen. Ik sprak met Rianka de Boer en vroeg haar, wat is een Beleef Piep? De Beleef Piep is een initiatief van De Haven. Een aantal jaar geleden kwamen we met een groep samen. Activiteitenbegeleidster, een arts, psycholoog, een aantal medewerkers op de werkvloer, verzorgenden. Met het idee van kunnen we nou niet een centrale plek in De Haven creëren waar we materialen hebben voor onze bewoners. Mensen met dementie, maar ook mensen zonder dementie, maar wel een behoefte aan het doen van activiteiten, spelletjes, het lenen van materialen. We merkten namelijk dat op bepaalde afdelingen binnen De Haven heel veel spulletjes aanwezig waren en andere afdelingen soms wat minder. En we wilden het eigenlijk bundelen. En zo is de Beleef Piep ontstaan. Nou, leid ons maar eens rond. Ja, leuk. Nou, ik zou bijna zeggen, ik weet niet waar ik moet beginnen. De Beleef Piep is een aparte ruimte. En in deze ruimte hebben we een aantal stellingkasten waar themaboxen in staan. We hebben zo'n 38 themaboxen, variërend van een box kraamtijd tot een box mannenspeelgoed van vroeger, het koningshuis, de seizoenen zitten ertussen. En daarnaast hebben we een heel pad en daar staan onze losse materialen. En dat zijn met name spellen, boeken, wat hebben we daar nog meer tussen, een poppenhuis. Eigenlijk van alles wat niet in een themabox past, maar wat wel heel goed past bij onze bewoners. Misschien is het leuk als ik start met een themabox. Een van de populairste themaboxen in De Haven is de box Kraamtijd. En dat is hier in het dorp natuurlijk begrijpelijk. Hè? Grote gezinnen, mensen zijn gewend aan die spulletjes vanuit vroeger. Ik zoek hem even op. Ja, hier staat hij. En eigenlijk is het misschien leuk als je er even bij komt staan, want onze themaboxen... Het trekt mij meteen ook. Kraamtijd. Ja, dat blijft toch altijd mooi. Ja, het blijft een hele bijzondere periode in het leven van mensen. En met name mensen met een dementie proberen wij op allerlei manieren te prikkelen om herinneringen op te halen. Om mensen zeg maar weer even terug te laten zijn in periodes van hun leven die met voorkeur heel prettig waren. En voor veel, met name vrouwelijke bewoners, is de box Kraamtijd echt een feest der herkenning. Als de box opent, ik ruik het dan ruik je dat. Het ja, heerlijk. Ja, de boxen zijn zo gemaakt dat elk zintuig geprikkeld kan worden. En dan hebben we het zintuig. Je moet iets kunnen zien, je moet het kunnen voelen, je moet iets kunnen proeven, ruiken. En welke vergeet ik nou? Zien, voelen, ruiken en horen. Natuurlijk. Dus bijvoorbeeld de kraambox. Nou, als je hem opent, je ziet al de pakjes Zwitsal. Het was voor ons soms moeilijk om de spulletjes te vinden in de staat zoals men dat van vroeger kent. Dus sommige producten zijn de producten van nu, maar dan hebben we wel geprobeerd de geuren van vroeger te vinden. Dus de Zwitsal ruik je. Voor het voelen zit er eigenlijk ook van alles in. Oude zelfgemaakte rammelaartjes bijvoorbeeld. In elke themabox hebben wij voor elk zintuig materialen geplaatst, omdat iedereen anders reageert. De een reageert heel sterk op geur, ruikt de Zwitsal en dat roept al heel veel op. Een ander heeft juist bij het voelen van een zelfgemaakt, handgemaakt truitje het gevoel van hé, dat deed ik vroeger ook, dat herken ik. Maar het kan ook het proeven zijn. Dus er zitten bijvoorbeeld ook, niet oude, maar een oud blik met beschuitjes zit erin. Hè? Van weet je nog hoe dat smaakte? De kraamvisite die kwam. Soms vertellen mensen dan ook van, oh, maar wij deden geen beschuiten, daar was het geld niet voor. Dus dan deden ze wat anders. Dus eigenlijk probeer je elk zintuig te prikkelen om mensen herinneringen te laten opdiepen en met elkaar te delen en vertellen. En de luiers die ik zie? Ja, dit is een box waarin en de nieuwe luiers zitten, dus echt de luiers van nu, de wegwerpluiers, maar ook luiers van toen. Mensen vinden het vaak heel leuk om te vertellen hoe dat ging. En we hebben in de zorg natuurlijk ook veel jongere meiden
die dat misschien niet meer kennen van vroeger. En het leuke is dat je dan zo een heel gesprek met elkaar kunt hebben over hoe ging dat toen. Of ook hè, de humor erbij van probeer maar eens even mij na te doen. Nou, dat lukt ons natuurlijk niet. Nee. Ik ben ook zelf van de tijd van de wegwerpluiers. Ik zie er eentje knikken en die weet nog wel hoe het gaat. Hè? Ja, ik weet het ook nog heel goed. En met die speld die er dan doorheen moest en niet in het buikje van je baby. Nee, dat was dat. En mensen weten dat nog zo goed. Ik denk dat het verschil ook is als je zo'n box niet hebt en je zou het zo vragen aan iemand dat het heel moeilijk is om erover te vertellen. Maar dat de materialen heel goed steunen bij het laten vertellen en het laten zien. En als je nou dementie hebt, hoe ver kan het gaan, je dementie, terwijl je het nog wel snapt? Is er een moment dat mensen het niet meer hebben? Nou, het nare aan deze ziekte is dat je niet kunt zeggen dat het bij iedereen hetzelfde gaat en dat het bij iedereen ook hetzelfde oplevert. Want dan zouden we daar goed op in kunnen spelen. Maar het proces verloopt bij iedereen anders. Dat betekent ook dat wat soms aansluit bij iemand 5 maanden later niet meer zo goed aansluit. En met onze materiaal- en themaboxen proberen we ook heel goed in te spelen op de behoeften die er op welk moment dan ook zijn. Dus dat kan veranderen. Dat hoeveel kan boxen heb je wel? We hebben er bijna 40. Volgens mij uit mijn hoofd 38. Ja, noem nog eens iets. Ja, we hebben, nou, de kraambox is echt een populaire box. Wat ik zelf heel leuk vind is de box met oud mannenspeelgoed. Ik heb hier ook wat neergelegd waar jullie misschien straks even naar kunnen kijken. Een echte oude voetbal. Een postzegelverzameling. Kleine speltjes die men vroeger volgens mij verzamelde bij de melk of zoiets. Nou, dat weet ik niet. Ja. Maar dat vraag ik dan aan de mensen van hoe zat dit? En dan die komt kunnen het mij vertellen. Die weten dat beter dan ik. Maar we hebben ook een koningshuisbox. Ja, eigenlijk van alles. Een natuurbox. Natuurlijk, Spakenburgse tradities hebben we ook een box van. Zoals? Daar zit van alles in. Van alles. Zullen we die even bekijken? Ik ga hem even opzoeken. Ja. Donderdag kunt u de gehele reportage bekijken. De afgelopen 2 weken werd het project Gezin, School, Kerk gehouden in gezinnen, scholen en kerken. Het thema was Worden wat je wil. De afsluiting was zondag 10 oktober. In alle kerken werd gepreekt over koningin Esther. Maar in de weken daarvoor werden op scholen demonstraties van verschillende beroepen gegeven en er werden prachtige werkstukken gemaakt die zondag in de kerken te bewonderen waren. Kinderen zingen op het podium van de kerk een van de liederen die op school geleerd waren. Thank you.
Enkele weken geleden werd Sprank beste werkgever. Dat is een groot compliment waar men bij Sprank vanzelfsprekend heel blij mee was. We spraken met drie dames van Sprank. Patricia Bos, Tinie Heek en Henny van Triest. Drie dames die werken bij Sprank. En Sprank is de beste werkgever geworden. Eerst eens de vraag, Henny, wat doe jij bij Sprank? Ik ben apengeleider en ik werk drie avonden in de week. En dan doe ik met de bewoners koken. En dan ga ik de menulijsten met ze doorspreken wat ze die hele week willen eten. En ik bestel de boodschappen. Oké, Tini. Ik werk op het huiskamerproject. Dat is een soort dagbesteding voor de oudere bewoners. Die in plaats van dat ze naar dagbesteding buitenshuis gaan, in huis dagbesteding krijgen. Wat leuk. Ja. Patricia. Ja, en ik ben woonbegeleider, dus ik begeleid ze bij hun dagelijkse bezigheden, om het zo maar te zeggen. Ik blijf even bij jou. Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen? Het is Sprank in het geheel, hè, om beste werkgever te worden. Ja, hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? Nou ja, ik denk dat we dat niet alleen doen. Ik denk dat we dat sowieso met elkaar doen, alle werknemers van Sprank, om de beste zorg voor onze cliënten te geven. En ik denk dat we dat met heel veel passie en liefde doen. Dat weet ik wel zeker. Tini, voeg er nog eens wat aan toe. Waar hebben jullie op gescoord bijvoorbeeld? Wij hebben gescoord op cliënttevredenheid en onze christelijke identiteit. Hoe dragen jullie dat uit dan? Ik denk wel dat we heel veel liefde uitdragen. Ik denk dat wij wel zorg leveren met een gouden randje eigenlijk. Dus dat we gewoon net iets meer doen dan een gemiddelde zorginstelling. Ja? Henny, ik hoor vaak dat cliënten heel dol op jullie zijn. Hoe werkt dat voor jou? Heel fijn, ja. Ja? Geeft je een goed gevoel, dan zou ik blij zijn met je. Maar hoe? Ja, die liefde die kun je niet veinzen, dat, zo ben je. Hoe doe je dat dan met die mensen? Gewoon klaar voor ze staan en goed begeleiden. Ja. En een luisterend oor voor ze. En dat komt wel over, hè? Ja. Dat is duidelijk. Daar krijg je ook wat voor terug. Ja. Ja, Tini, je zegt met een gouden randje. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, dat wij wel soms een stapje meer zetten dan anders, zeg maar. Dat het gewoon soms voelt alsof het familie van je is. En dat je daarom ook gewoon het allerbeste voor ze wil. Ja. Patricia, wat maakt het zo mooi om met deze mensen te werken? Nou, wat maakt het zo mooi? Ja, ik denk vooral de dankbaarheid. En ik denk vooral dankbaarheid wat je krijgt tijdens het werken. Maar het is geen makkelijke baan. Want je kunt het nooit zeggen, het gaat dan zus, dan zo. Nee. Mensen reageren altijd anders. Ja. Waar haal je die liefde vandaan? Waar haal je die liefde vandaan? Ja, ik denk toch dat je dan weer terugkomt op het christelijke geloof. Ik denk dat dat ook weer dat de basis is waar je vanuit werkt. Ja, vanuit die liefde. En dat je dat ook dan weer op die manier uitdraagt naar je bewoners. Ja. Tini, bewoners zijn niet altijd in een goed humeur. Ze zijn ook wel eens moeilijk. Hoe ga je daarmee om? Wij kennen ze al jaren en jaren. Dus wij weten vaak wel wat er achter ligt. En we kunnen ze wel lezen. En ja, vaak is het goed om bij de ene mee te bewegen. En bij de andere even wat tegengas te geven. Om ze een beetje in hun eigen structuur te behouden, zeg maar. Dus dat is wel, inderdaad, daar is geen eenduidig antwoord op. Dat is toch wel een beetje per cliënt verschillend. Improviseren ja. ook. Ja. Nou, en vooral ook wel gewoon, denk ik, misschien wel aanvoelen. Een beetje net als wat je als moeder met een kind hebt, dat je dat ook wel met bewoners hebt. Dat je denkt, nou, ik denk dat dit het beste is voor diegene. Ja. Henny, jij kookt met de mensen. Ja. En ik hoor net van structuur. Hoe krijg je nou in een kooksessie structuur met mensen die daar eigenlijk niet mee om kunnen gaan? In principe weten ze best wel waar ze mee bezig zijn. Diegene waar ik mee kook dan. Die zijn nog bij genoeg om te weten wat ze aan het doen zijn. Alleen je moet ze heel erg sturen. En hoe doe je dat dan als je ziet dat er iets bijna misgaat? Nou, we zijn gewoon samen, we staan naast elkaar, dus ik blijf er constant bij. En dan zeg ik, je moet zo of zo doen. En dat gaat meestal best goed. Tini, kom ik weer bij jou, weer met een moeilijke. Want als er nou eens iemand helemaal echt boos wordt, gebeurt ook, dat weet ik. En jou helemaal niet leuk vindt. Nee,
Nou, dan loop ik even weg. En dan, want als ik de oorzaak ben, dan ga ik weg. En dan laat ik diegene even met rust. De deur dicht en dan even afwachten wat er gebeurt. Vaak komt het na een uurtje of na misschien korter, maar dan komt het vanzelf wel weer goed. Patricia, wat doe jij in zo'n geval als het helemaal misgaat? Als het misgaat? Nou, we gaan niet vechten, maar... nou ja, wat Tini zegt, daar sluit ik me wel op aan. Ik denk ze eerst met rust laat en dan kom je op terug van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Hè? En dan kunnen ze best zelf in hun eigen bewoordingen vertellen van nou, wat er misging. Dus waarom ze boos werden. Ja, ja. Maar jullie zijn toch altijd degene die daar leiding aan geven. Ja, ja. Nou ja, en dat je dan ook wel stuurt van nou, dat was niet oké wat je net deed. Ja, dat je precies. Met dat glas gooide, dat was niet zoals we dat doen, hè? Zoals we dat oplossen. En dan weten ze ook best wel dat ze dat ook op een andere manier kunnen oplossen. Ja. Nou dames, ik denk dat we zo toch wel even hebben laten zien hoe goed jullie met de mensen omgaan. Dus echt verdiend, hartelijk gefeliciteerd met deze geweldige beloning. Dankjewel. Dankjewel. Welkom op Stavoren in Bunschoten-Spakenburg. Mijn naam is Erieke Duist en ik ben begeleider hier op deze woonlocatie. Op deze woonlocatie wonen 18 mensen en zijn zij verdeeld over 3 groepen van elk 6 mensen. Hey, superleuk dat jullie even op ons huiskamerproject komen kijken. Wij bieden hier overdag gezellige dagopvang aan de bewoners die hier wonen. We doen leuke dingetjes zoals spelletjes, knutselen, koken en bakken. En we doen ook altijd even iets aan onze beweging. Nou, en zo maken we er elke dag een betekenisvolle dag van. Hoi, welkom op onze locatie Urk in Bunschoten-Spakenburg. Mijn naam is Anna en ik ben begeleider hier. Urk is een christelijke woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking. En hier wonen 25 mensen. Kom je binnen? Op onze locatie zijn 4 woongroepen. Lach, geniet, juich en straal. Op de 2e verdieping zit overdag ons huiskamerproject Schitter. Kom, we nemen even een kijkje. Welkom bij huiskamerproject Schitter. Wij zijn een huiselijke dagbesteding en beginnen elke dag met een gezellig bakje koffie. Hey, wat zijn jullie aan het doen? Dit maken we allemaal. Ja, leuk. Hey, en jullie verkopen dan ook kaarten? Wij verkopen ze ook, ja. Leuk. We zijn nu op verdieping Juich en Alfons laat ons zijn appartement zien. Hey Alfons! Hi! Goedemiddag! Mogen we even binnenkomen? Ja, hey Alfons, je woont nu al een tijdje bij ons op Urk. Ja. Hoe vind je het? Ja, eigenlijk geweldig. Zeker met zo'n mooi uitzicht. Op iedere woongroep is de zorg afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoner en hun verwanten. Zo is er op de ene woongroep meer ruimte voor dagstructuur en rust. En op de andere groep meer ruimte voor gezamenlijke activiteiten. Wil je meer weten over locatie Urk, over het werken of wonen bij ons, of wil je vrijwilliger worden? Neem dan contact met ons op. En wie weet zien we elkaar dan snel. Doei doei! In Spakenburg Nu zag u vandaag de volgende onderwerpen. Beleefpiep, Sprank Beste Werkgever, GSK. Tot 11 uur is het programma nog te zien op Los TV. Op YouTube kunt u op uw eigen tijd kijken. Donderdag de gehele reportage over de beleefpiep. Om 8 uur begint op donderdag het sportprogramma Buitenspel, dat ook vrijdag elk uur nog te zien is. Zaterdag weer een nieuwe aflevering van Spakenburg Nu. Nog een heel fijne dag.